beneden. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag echt weer amper geslapen. En ze was echt zo vroeg wakker geworden. Want hij wilde graag dat ik zijn neus even ging reinigen. We hebben daar allemaal spullen voor opgehaald voor bij de apotheek. En toen heb ik allemaal even lopen schoonmaken. Toen heb ik nog even ijs gehaald voor op zijn neus. En even kijken. Ik heb het even ontbijt even gebracht bij hem. Oh, heel irritant dit. I'm filming, sorry. Maar in ieder geval, vroege ochtend gehad. Even naar hem lekker geholpen. Ik heb hem even ontbijt gebracht. Ik heb hem even gedoucht. En nu ga ik even een slushpuppy halen voor hem. Want hij heeft er echt heel veel zin in. Dus dat ga ik even halen. En daarna ga ik gewoon even lekker zwemmen. Want hij wil gewoon even lekker op bed liggen de hele dag. Dus dat is een beetje de planning. Ik ga even Emily opzoeken, slushpuppy halen. En dan ga ik lekker aan het zwembad zitten. En ik heb natuurlijk gewoon mijn nieuwe zonnebril op. Ik vind hem echt zo cool. En ik had vanochtend lopen editen. Mijn vlog staat nu dus gewoon online in de ochtend. Normaal gesproken altijd in de avonden. Maar ik heb dus een dag geskipt omdat ik gisteren geen tijd had om te editen. Dus heb ik het gewoon voor jullie in de ochtend geüpload. Zo, een slushpuppy voor Nessie. Lekker, hè, Nini? Dankjewel weer. Alsjeblieft, Nini. Ik heb heel veel zin in. Heel veel zin in. Pas op alleen dat het niet lekt, hè. Oh, hij is zo koud. Ja. En hier bij de All You Can Eat hebben ze net een cola. Dus ik heb gewoon even echte cola gekocht en in mijn koelkast gedaan. Nu neem ik mee naar het zwembad. En Nessie wordt weer verwend hoor. Lekker hoor, Nini. Lunchbuffet. Dankjewel. We gaan je vandaag alleen maar Nessie's snacks zien, maar... Oh. Ja hoor. Zo, goedenavond alweer. Ik ben weer op kamer. Even lekker bij Nessie. Ik heb lekker gezwommen. Ik was daarna echt helemaal kapot. Dus ik heb even gedoucht en mijn haren gewassen. En ik ga nu even de rest van mijn make-up doen. Ik moet nog even mascara opdoen. Ik wil even een lipglossje op. En dan ga ik naar het restaurant toe om even eten te fixen voor Nessie. Want Nessie heeft weer honger, hè. Weer trek. Dus dan ga ik even lekker eten fixen voor Nessie. En daarna even voor mezelf even kijken. Nessie wil dat ik even 1 minuut bij hem kom zitten. Heel zielig. Als je die wil. Wil je even aandacht? Ja. Nee. 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 Waar wil je over kletsen? Je wilt niet echt kletsen eigenlijk. Oh, oké. Ik wil gewoon een beetje voor handje vasthouden. Handje vasthouden. Zo, ik heb mijn mascara opgedaan, mijn lipgloss. Ik moet mijn haar nog eventjes feunen. Ik zit echt twijfel of ik vandaag nepwimpers op doe of niet. Want ik heb echt van die heel natuurlijke mee. Maar ik weet niet. Zo, parfum van de dag. Poison van Dior, een van mijn favorieten. Ik heb eigenlijk voor deze vakantie ook maar 2 parfums mee. De Poison van Dior en ik heb Narciso mee. Vind ik wel lekker voor dagelijks gebruik. Zo, en als altijd heb ik dus een topje aan van de Zara. Met een rok van LA Sisters. Dus nu heb ik gewoon een zwart setje aan. Ik vind het heel erg mooi zitten en heel erg fijn. Dus chill voor nu. Ik ga nu even op de balkon even een samenwerking heel snel filmen. Voordat ik naar het restaurant ga. Dit is een samenwerking voor deze brillen. Dus mocht je een van deze brillen willen winnen samen met je beste vriendin, dan moet je nu even op mijn pagina kijken. Bril nummer 1. Laat me even weten welke je favoriet is. Of deze. Ik moet hem wel echt even schoonmaken, want ik heb hem aan het zwembad gedragen. En nu is hij helemaal vies. Ik heb voor deze schoenen gekozen voor onder mijn outfit. Met een heel klein hakje. Mijn voeten zijn echt heel erg opgezwollen. Dus ik kan echt bijna niks hebben. Zo, ik ben ready. Ik ga even als eerst voor Nessie even eten opscheppen. Breng ik het even naar boven en daarna even voor mezelf. Dat is een beetje de planning tegenwoordig. Eerst alles voor Nessie. Maar hij voelt zich echt al, oh, focus. Hij voelt zich echt al zoveel beter. En dat maakt me echt heel erg blij. Ik denk morgen gewoon zelf weer echt op stap zou willen gaan. Hij zegt nu ook al zelf dat hij heel graag naar buiten wil. Maar hij heeft daar nog niet genoeg energie voor. Zo, Nessie's eten voor vandaag. Lekker frietjes wou die. Jongens, ik ben er weer met de M&M. Hi M&M. Goed. Yeah. Eerlijk, ruik je het lekker of niet? Ruik je het vanaf, als je niet zo ruikt, ruik je een geurtje? Ja. Eerlijk. Ja. Ja, en dan... Kogels. Zo? Ik ruik echt kogels. Kogels. Dat zo is met je haar doet. Echt? Alleen ja, dat? Ja. Ik heb een hele sterke geur. Hoor. Heel sterke geur. Ja, neem alles naar ogen. Dior ruikt toch helemaal niet naar kokos? Nu
vind het echt zo grappig. Ik heb dus zoiets met mijn... Ik wil gewoon weten hoe Emily Dior vond ruikt. Want hij is best wel sterk inderdaad, maar hij ruikt niet naar kokos. Het is gewoon omdat jij weet dat ik gisteren kokos in mijn haar heb gedaan. Gaat ze zeggen dat ik naar kokos ruik. Ik zweer, ik ruik kokos. Dan ruikt je parfum naar kokos. Ja, wow, mijn borst. Gewoon letterlijk friet. Ik heb nergens meer zin in. Ik heb wel linzensoep. En salade. En ze hebben mijn salade verpest. Ze hebben hier ook een granaatappelsaus gedaan. Ik ben echt verdrietig. Oh, jongens, we zijn aan het lopen. Het is echt nog super warm. Wij gaan even naar de bakkal. Wat is een bakkal? Hoe zeg je dat? Een kleine supermarkt. Een kleine supermarkt. En we gaan even snacks halen voor in de avond. Waarschijnlijk gewoon weer zonnepitten en zo. En dan gaan we gewoon lekker even zitten bij het hotel buiten. Waarschijnlijk komt er weer een zangeres of zo. Gisteren was er een buikdanseres, dat was best wel grappig. En meneer ging helemaal dansen en zo, klappen, alles. Ze was helemaal fan. En ja, even gewoon in het hotel blijven vandaag. Zo weer even richting Nessie. Ik ga trouwens een ijsje halen nu voor hem. Hij wil heel graag een ijsje, dus we gaan even kijken wat er is. Nou jongens, we zitten eindelijk. M&M probeert met een aansteker... haar drink op te krijgen. Ze krijgt haar flesje niet op. Nu gaat ze naar die oude man lopen om te vragen of hij haar kan helpen. Ik ga helemaal stuk om deze vrouw. Ik ga zo stuk. En? Gelukt? We hebben alleen een heel slechte plek hier, want alles was vol. Het lijkt wel alsof er meer gasten zijn weggekomen bij het hotel, hè? Eerst was het heel erg leeg en nu zijn er best veel gasten. Oha, alarm op vakantie. Het is voor het luchtbed. Ze moet nog eens haar luchtbed betalen. Ze heeft een luchtbed meegenomen. Toen zei die man, jij moet wel laten betalen. Nu mag je weggaan. En ze heeft het nog steeds niet betaald. Ze heeft de hele dag heeft ze er gewoon op gelegen. Ze heeft nog steeds niet betaald. Hele tijd stil. Op eens camera aangaan. En op schreeuwen. Weer terug bij de Nini. Ik heb Vissa gevierd met Emine. We zijn heel vaak langs geweest bij Nessie, hoor. Zo grappig, er was dus een groep die aan het zingen was, zeg maar. Oh. En ze hebben letterlijk alle talen gezongen. Russisch, Turks, nee, Azerbeidzjan, Nederlands. Nee, met een gekke accent. Maar we zijn op een gegeven moment hebben we gewoon op alle liedjes hebben we gewoon lopen zingen. Ja. Ook al kenden we het niet, gingen we gewoon melodie meezingen. Was dat wel leuk? Nu voel ik me een beetje dronken, maar dat ben ik niet. Ik heb gewoon koffie en thee gehad, maar dat ben ik. En het is nu even tijd om te gaan slapen. We hebben net nog toetje gehad voordat we gingen slapen. Oh, lekker vies dan. Heel vies. Wat dan? Wat er over was van het buffet. Oha. We hebben gewoon geproefd. Het zag allemaal heel gek uit. Groen, roze, alles. Maar het is nu tijd om naar bed te gaan, jongens. Ik hoop dat jullie mijn vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. We zijn hier nog 7 dagen, dus het worden een beetje dezelfde vlogs. Maar ik denk dat ik even een andere planning ga maken. Anders zit ik elke dag in het hotel. En vanaf vandaag is Nessim denk ik een beetje opgeknapt. Dus hoop ik iets meer te kunnen vloggen voor jullie. Doei!